Mijn band met Oranje zamelt het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum videomateriaal in van koninklijke bezoeken gemaakt door amateurfilmers. Met een speciale roadshow trekken ze het hele land door en gistermiddag waren ze op het Noorderzonfestival in de stad. Na Maastricht was Groningen gisteren de tweede plaats in Nederland die door beeld en geluid werd bezocht tijdens hun inzamelingsactie. En een van de mensen die jouw video's in kwam leveren was Piet Smit uit Haren. Hij maakte in 1990 opnames tijdens het koninklijk bezoek aan het dorp, tijdens de nationale viering van Koninginnedag. Je zat de boom op, hè? Ja, dat komt door zo'n karkeeltje, ben. Ik liep onder de mensen deur zo en er stond de boom op. En op een moment was de koningin zo dicht bij mij dat ik kreeg een klap van zo'n BVD'er, zo'n binnenlandse veiligheidsfiguur. En die heb ik wel veel, met ellebogen. Ja. Wat is nou zo leuk aan de opnames die meneer Smit heeft gemaakt? Nou, dat je ziet dat er dus met bekenden van meneer Smit gebbetjes worden gemaakt, dat er grapjes worden gemaakt. Dat zie je niet heel vaak in beeld. In beeld is heel vaak strak geregisseerd. Gewoon de tour die de koninklijke familie gaat doen. En hier zie je hele leuke inkijkjes in de koetsen. Je ziet alle prinsen bij elkaar zitten, ze lachen een beetje. En heel vaak zie je dat net niet in beeld, omdat de stoet verder gaat. En dat vind ik hier heel leuk aan in beeld. Als je dat dan door de Noord kijkt, dan zie je ook nog... ook Friesland nog bijvoorbeeld. En dan denk je toch, och, ja, dat zijn toch wel mooie opnames eigenlijk wel. Nou, wij willen in april 2014 een documentaire klaar hebben met amateurmateriaal. En dat doen we samen met NOS. En daarin willen we dus een beeld geven vanaf 1980 tot nu over hoe Nederlanders het Koningshuis zien. En hebt u thuis ook nog oude video's en wilt u bijdragen aan de film? Alle informatie kunt u vinden op www.mijnbandmetoranje.nl.